Welkom terug bij Rekentube. In deze video geef ik een samenvatting van hoofdstuk 5 van Moderne wiskunde voor klas 1 HAVO VWO editie 13. Je kan deze samenvatting gebruiken als naslagwerk of om alles nog een keer te herhalen. Dit hoofdstuk gaat over verhoudingstabellen, procenten en rekenen met schaal. Je weet inmiddels dat je breuken kan vereenvoudigen en dat bij die vereenvoudigingen de teller en de noemer in dezelfde verhouding tot elkaar staan. Zo is 1 derde exact hetzelfde als bijvoorbeeld 10 dertigste. En ook 600 18 ste Hier kan je gebruik van maken als je bijvoorbeeld een recept hebt voor 4 personen en je wil de roti maken voor 16 personen. Van ieder ingrediënt heb je dan vier keer zoveel nodig. De ingrediënten staan dus in dezelfde verhouding in het nieuwe recept. Ook weet je al dat bij een breuk die bestaat uit een teller en een noemer, de teller een deel is van de noemer. Dat deel kan je ook weergeven als een percentage. In dit geval. Zijn 35 van de 100 vakjes geel gekleurd. Als breuk is dit 35 honderdste. En 35 van de 100 staat gelijk aan 35 procent. In de vorige hoofdstukken heb je al eens met een schaal gerekend. Dit is een foto van de Eiffeltoren. Op de foto is de toren 10 centimeter hoog en in het echt is de toren ongeveer 300 meter hoog. Eigenlijk is de toren zo'n 317 meter hoog, maar 300 rekent net iets makkelijker. 10 cm op de foto staat gelijk aan 300 meter in het echt. Omdat het bij schaal altijd om gelijke eenheden gaat, moet je die 300 meter omrekenen naar 30.000 centimeter. Dus 10 cm op de foto. Is 30.000 cm in het echt. Dan is 1 cm op de foto gelijk aan 3000 cm in het echt. De schaal is dus 1 staat tot 3000. In een verhoudingstabel draait alles om verhouding. Hoe staat het ene getal in verhouding tot het andere? Schaal is een voorbeeld van een verhouding. Als 1 centimeter staat tot 3000 centimeter, kan ik heel goed uitrekenen hoeveel centimeter van de foto in het echt is. En ook hoeveel 2, 5 of 20 centimeter van de foto in het echt is. Zo werkt het ook in deze verhoudingstabel. Als ik weet dat 1 pen 50 cent is, oftewel 0,5 euro. Dan zijn twee pennen samen 1 euro, drie pennen 1,5 euro, vier pennen 2 euro enzovoorts. Bij de volgende verhoudingstabel is te zien dat je 6 glazen wijn kan schenken uit één fles. Uit 2 flessen kan je er dan 12 schenken, uit 3 flessen 18 enzovoorts. Als je de bovenste rij kan vermenigvuldigen met een vast getal om aan de onderste rij te komen, dan spreek je over een verhoudingstabel. Om goed met verhoudingen te kunnen rekenen, een paar tips om handig te rekenen. Soms is het bijvoorbeeld handig om getallen te splitsen, de vermenigvuldiging uit te rekenen en daarna weer samen te voegen. Je weet bijvoorbeeld dat 50 keer 7. 350 is. En 5 keer 7 is 35. Dan is 55 keer 7 gelijk aan de optelling van deze beide sommen. Dus 55 keer 7 is 385. Zo kan je prima uitrekenen dat 400 keer 12 gelijk is aan 4800. 12 keer 12 het kwadraat van 12 is 144. Dus 412 keer 12 is de som van deze beide vermenigvuldigingen. 412 keer 12 is dus 4944. Je kan gebruik maken van een verhoudingstabel in combinatie met handig rekenen als je bijvoorbeeld uit wilt rekenen hoe duur 24 liter benzine is. Je weet dat 1 liter. 1,80 euro kost. Je zet dan de liters en de kosten in een tabel. Als je 1 liter weet, kan je die verdubbelen naar 2 liter. 10 keer is niet zo lastig, dus je weet ook hoe duur 10 liter is. Als je 2 en 10 weet, kan je 12 liter makkelijk uitrekenen. En van 12 naar 24 is opnieuw een verdubbeling. Zo kan je met handig rekenen veel meer makkelijk uitrekenen dan je zelf denkt en je kan nog meer uitrekenen als je zelf denkt. Voor het berekenen van procenten kan je ook een verhoudingstabel gebruiken. Hiervoor heb ik een 10-stappenplan gemaakt. Allereerst teken je de tabel en vul je de eenheden in. Vervolgens vul je de getallen in die je weet. Daarna vul je in wat je wilt uitrekenen. Tussen de getallen die je weet in, plaats je het getal 1 of een ander makkelijk te berekenen getal. Je maakt de berekening en je maakt bij de andere eenheid dezelfde berekening. Je schrijft de som op en rekent hem uit. Vervolgens noteer je altijd je antwoord in een conclusie. Onder de tabel. Uiteraard heb ik hiervan een voorbeeld. In een klas zitten 25 leerlingen, waarvan er 16 op de fiets naar school komen. En de vraag is hoeveel procent dat is. Je maakt een tabel met leerlingen en procenten. Daarin zet je de aantallen die je weet, namelijk 25 leerlingen is 100 procent. En het aantal waarvan je het percentage wilt uitrekenen, namelijk 16. Dan ga je eerst kijken hoe je naar 1 leerling toe kan rekenen. Dat doe je door te delen door 25. Dan ga je van 1 naar 16 door te vermenigvuldigen met 16. Dus moet je 100% ook delen door 25. En vermenigvuldigen met 16. Als je de tabel alleen gebruikt om de berekening te ontdekken, hoef je de getallen niet eens in te vullen. Als je de berekening er maar correct onder zet. Je sluit de opgave af met het geven van het antwoord in de vorm van een conclusie passend bij de vraag. 64% van de leerlingen komt op de fiets naar school. Controleer altijd nog even of jouw antwoord wel een antwoord is op de gestelde vraag. Nu een voorbeeld waarbij de procenten wel gegeven worden en je niet weet hoeveel leerlingen het zijn. Je maakt weer een tabel met de eenheden, leerlingen en procenten en je vult in wat je weet. 250 leerlingen is 100% en je wilt 28% weten omdat je nu de procenten al weet, reken je eerst 1% uit. Dat doe je door te delen door 100. Dan ga je vermenigvuldigen met 28 om aan 28% te komen. Dezelfde berekening pas je toe op het aantal leerlingen. Dus 250 gedeeld door 100 keer 28. En dat is 70. Vervolgens geef je het antwoord weer als een conclusie. In de eerste klas. Zitten 70 leerlingen. Dan neem ik je even mee naar het onderwerp schaal. De 1 dubbele punt en dan een getal betekent dat 1 centimeter op de foto in het echt zoveel centimeter is als er achter het dubbele punt staat. Maar het gaat natuurlijk niet altijd over een foto. Het kan ook gaan over een model. Of over een tekening of over een landkaart. Als er staat, de schaal is 1, staat tot 3000, dan is 1 centimeter van de foto, het model, de tekening of de landkaart, enzovoorts, in het echt 3000 centimeter. Aan de hand van dit kaartje ga je met een verhoudingstabel berekenen wat de werkelijke afstand is. Van Utrecht naar Groningen. Er is al voor je gemeten dat de afstand op de kaart 7 centimeter is. Allereerst teken je de tabel met daarin de eenheden aantal centimeter op de kaart en aantal centimeter in werkelijkheid. Vervolgens verwerk je de schaal daarin. 1 centimeter op de kaart is 2.500.000 centimeter in het echt. Op de kaart is de gemeten afstand 7 centimeter. Van 1 naar 7 ga je door met 7 te vermenigvuldigen. De 2.500.000 centimeter in het echt moet dus ook keer 7. En dat is 17.500.000 centimeter. Van centimeter moet je nu weer terugrekenen naar kilometer. Dus delen door 100.000. De afstand van Utrecht naar Groningen is in het echt dus 175 kilometer. Het kan ook zijn dat het schaalmodel groter is dan de werkelijkheid. Zoals hier het geval is bij deze spijker. Ook hier maak je een verhoudingstabel met daarin de maten die je weet. Je wilt schaal uitdrukken in 1 op iets, dus deel je de afmetingen door het, van het model door 15. Dat doe je daarna ook met de werkelijke afmeting: 3 gedeeld door 15 is 0,2. Dus iedere centimeter van het model is 0,2 centimeter in het echt. De schaal is dus 1 op 0,2. Je mag hier ook zeggen: de schaal is 5 op 1, omdat 5 cm van het model 1 cm in het echt is. Tot slot nog even een extraatje over verhoudingen. Drie mensen kopen een staatslot en winnen daarna 100.000 euro. Dat is niet verkeerd. Ze verdelen de prijs volgens de verhouding die ze betaald hebben. Allereerst tel je hier alle delen van de verhouding bij elkaar op. Dat stel je gelijk met de hoofdprijs. Je ziet nu dat een lot 20 euro heeft gekost en dat er een ton gewonnen is. Maria betaalde de helft, dus die krijgt ook de helft van de prijs. Theo betaalde daar weer de helft van, dus krijgt een vierde van de prijs. 1 euro inleg is 5000 euro van het prijzengeld waard. Dus Willem krijgt 3 keer 5000 is 15.000 euro. En Maria, die 2 euro heeft betaald, krijgt 2 keer 5000 euro uitgekeerd. Tot zover de samenvatting van hoofdstuk 5. Dit was het gehele hoofdstuk. Wil je meer leren? Klik dan op abonneren. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Rekentube.